Hallo reviewvrienden. Hoe is hij daar? Hier is hij goed. Mooi, mooi. Poeh. Toch weer een zwaar weekendje gehad, hè? Maar goed, we doen ons best. We blijven gewoon ademhalen. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons zacht met je opgestuurd? Ik ben zo benieuwd. Jij ook. Laten we dan even gaan kijken. Poeh, dat moet ik niet vaak doen. Nou. Hups. Oh. Oh. Slaatjes. Of salaatjes. Hoe zeg je dat? Dit zijn ouderwetse slaatjes. Of salaatjes. Oh, hier staat salade. Hier staat ook salade. Bij Albert Heijn heet het wel een slaatje. Nou, in ieder geval, dat is van een goedkope bagger. Is het daarmee vies? Over het algemeen niet. Ik zal je wat vertellen. Dit is rundvlees, dat is rundvlees en dat is rundvlees. Drie rundvlees salaatjes of slaatjes. Eentje van John en Marijke, Joma. Eentje van de Appie, de Papi. En eentje van de firma West. Wat is er nou zo leuk aan die salaatjes? Eigenlijk omdat iedereen het lekker vindt. Want waarom vindt iedereen het lekker? Omdat je gewoon een bak mayonaise naar binnen zit te fretten. Mijn guilty pleasure is het huzarensalaatje. Waarom? Mayonaise, aardappel en twee Amsterdamse uitjes. Kind kan de was doen. Hop, 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 lekker naar binnen. Je bent helemaal afgevuld en je denkt, zo, dat was lekker. En je zit gelijk aan je calorieëntak voor de rest van de dag. Want godverdikke, wat een vette ben is dat. Het rundvleeslaatje is volgens mij eigenlijk het huzarenslaatje met een beetje rundvleespulp erin. Gaan we even onderzoeken. Is het vies? Ik weet niet dat ik het niet vies vind. Want er zitten ingrediënten in die elk normaal mens lekker vindt. Dus dan heb ik het niet over die types die bij de biologische winkel staan met hun grauwe grijze kop. Maar gewoon normale mensen. Die vinden dit lekker. Want dit is niet lekker te vinden. Snap je wat ik bedoel? Oh, wat zit erin? In de rundvleessalade zit hier 50% zit er alweer aardappel in. Dus dat is eigenlijk een huzarensalade. En dan 9% gekookt rundvlees. Nou ja, en dan ui, azijn, doperwten, peterselie, laurieren, augurk, suiker, eigeel. Nou, een zootje kleurstof en ben en allemaal. Nou, kan niet vies zijn. Bij de Albert Heijn, even kijken. Oh, daar zitten ze niet eens op hoeveel aardappel erin zit. Hier zit 3,6% rundvlees in. Nu is die van Joma ook een stuk duurder. Serieus wel wat duurder. Want die van Albert Heijn kost echt helemaal geen ene reet. Volgens mij een cent of 60, 70. Maar dat merk je dus wel, want hier zit dus 3,6% rundvlees in. En die van de Joma 9%. Dat is een schild te slok op een borrel, zouden we zeggen. Hoe doet de firma West het? Oh, de firma West 9,5% rundvlees. Die heeft gewonnen. En die heeft ook een leuk eitje erop. Waar Albert Heijn eigenlijk alleen maar een paar hele vieze, grauwe, grijze stukjes augurk erop hebben gegooid. Met een lik mayonaise. Heeft de firma West er een beetje hun best op gedaan. Kijk, kleine stukjes wortel, een eitje, een soort van kruidjes erop. Bij je oma hebben ze dat niet, want dat is gewoon een enorme kist. Ja. Rundvleessalade. Ook een verschil met de firma West en Albert Heijn en tegenover die van Joma. Kijk, bij de Appie, maar dat is natuurlijk ook een pak hem mee, steek hem in je bak, bakkie. Zit er zo'n lekker, zo'n kanolepeltje. Godverdomme. Zo'n kanolepeltje. Dat vind ik zo mooi, hè. Mayonaise. Kijk, die stukjes augurk, die zijn er een beetje. Daar zijn we een beetje klaar mee. Het mooie slaatje van de firma West heeft ook een prachtig kano-lepeltje. En I'm loving that. We gaan op volgorde van kosten. Dat is eigenlijk niet helemaal eerlijk, want hier zit natuurlijk veel meer in. Volgens mij, als je dat een beetje berekent, is de firma West ietsje duurder dan Joma en Albert Heijn kost geen reet. Dus we beginnen met die van App.
Nou, rundersalaatje. Eerste schep heb je al 1,5 liter mayonaise in je bakkers. Moet je zien, alleen maar mayo. Heerlijk. En aardappel. En laten we wel wezen. Als je tegen mij had gezegd dat dit een huzarensalade was, had ik het ook geloofd, want ik proef alleen maar aardappel, mayonaise, ui en augurk. Prima. Maar ja, zit er dan niet op dat het een rundvleeslaatje is. Laten we wel zijn met 3,6% rundvlees. Ik ga het ook niet echt naar rundvlees maken, is niet? Hoe is hij? Nou, prima. Ze is zo vet als mijn pens. Ik denk dat ik nu al met die paar happies 2500 calorieën binnen heb gewerkt. Dus ik mag eigenlijk vandaag helemaal niks meer boven water. Wordt een beetje een probleem, want ik moet er nog 2. Maar laten we eerlijk zijn, die van Appie. Hij heeft niets met rundvlees te maken. Dan gaan we naar Joma, 9% rundvlees. En die is ook al helemaal een beetje bruin. Van kleur of roze, hoe wil je het noemen. Weet ik veel hoe je dat noemt. In ieder geval, dat ziet er al meer uit naar rundvlees. En deze smaakt heel anders dan die. Dat is echt wel, hè. Deze smaakt gewoon naar rundvlees. Ook hier ui, augurk, een verdwaalde dopers. Dat rundvleeslaatje van Joma is ook goed gekruid. Maar dit gewoon zoete mayonaise drap is, proef je hier ook wel dat ze met kruiden hebben geworsteld en een beetje peper erin hebben gemieterd, behalve alleen maar een bak zout. Nou, lekker dan. Dan eindigt deze review met het luxe salaatje van de firma West. Met het eitje en een prachtige klodder mayo. En nog wat bende. Om niet vals te spelen, pleuk eitje voor weg. Want anders zit ik eitje te eten en ik ben gek op eitjes en zeg, oh lekker. Terwijl, hè, gaat om de rundvlees laden. Even worstelen door je mayonaise. Hier. Hier zit dus het meeste rundvlees in. En dat proefje. Ja, dat proef je eigenlijk niet. Wat wel leuk is aan deze salade, is dat er vleesvezels in zitten. Kijk, dat zijn stukjes rundvlees, hè? Waar je hier alleen de smaak hebt, een her en der een stukje rundvlees, hier helemaal geen rundvlees, heb je bij deze salade echt rundvlees in je mond. Ik zou je vertellen, waar ik net zei dat het eigenlijk nog niks smaakt. Dat is ook niet waar. Dit smaakt gewoon eigenlijk naar een hele lekkere rundvleessalade. Ik krijg steeds meer smaak in mijn mond. En het is echt een officieel rundvleessalaatje. Ik proef de rundvlees. En eigenlijk is hij gewoon hartstikke lekker. Nu zijn jullie van mij gewend dat ik alles opvreet. Zelfs als ik zeg dat ik het niet doe. In dit geval gaat dat niet op. Dat heeft er alles mee te maken dat ik eigenlijk vind dat ik wel zwaar genoeg ben. En om nou voor een kleine 5000 calorieën rundvleeslaatje in mijn bakkers te gaan duwen, daar zit ik niet helemaal op te wachten. Ik denk ook niet dat het goed voor me is. Dus het is tijd voor de cijfertjes. Het is niet altijd zo dat de volgorde van prijs en kwaliteit hetzelfde is. Maar soms ook gewoon wel. En dat is gewoon vandaag het hele verhaal. Albert Heijn heeft een bak huzarensalade omgetoverd in rundvleessalade door er 3,6% rundvlees in te mieteren. Maar eerlijk, het is gewoon mayonaise en aardappel. Meer is het niet. Niet erg. Maar kom op, noem het dan geen rundvleessalade. Dit is gewoon een hele ordinaire, goedkope huzarensalade. En oom Jan houdt er niet zo van dat als je dingen op het bakje zet, dat je ze niet waarmaakt. Dus deze krijgt van mij een 3. Ja, ja, ik ben keihard. Als hier een huzarensalade op had gestaan,
was het al een 6 of 7 geweest. Wegens gewoon dikke vette huzarenladen. Maar dit is oplichting. Die van Joma doet al denken aan een rundvleesladen. Dat komt omdat er bijna 3 keer zoveel rundvlees als daar zit. En de smaak is veel meer dan aardappel. Maar wel meer ui. Wel meer augurk. Eigenlijk is de rundvlees ook bij Joma heel ver te zoeken. Het is wel beter gekruid. Het is wel meer dan vetheid. Het smaakt lekkerder dan dit. Maar echt een rundvleessalaatje is het ook niet. Dus deze krijgt van mij een 6. De absolute winnaar is het mooie salaatje van onze vrienden van West. Waarom? Niet alleen de presentatie, hè, want hartstikke leuk met zo'n uitje en gesneden worteltjes. Maar ja, gaandeweg kwam ik erachter dat dit salaatje gewoon rundvlees bevat. Op een niveau dat je het echt een rundvleessalaatje mag noemen. En eigenlijk prima gekruid is en afgewogen. Ja, hier zit ui en augurk in. Maar dat voelt niet de boventoon. De boventoon voelt rundvleessalaatje. Wat het ook is. Dus deze, die krijgt van mij een 7. Nou, hartstikke leuk. Wat nu, Jan? Ik ga het niet opeten. Ik ga het echt niet opeten. Had je niet verwacht, hè? Ja.